Als ik hier een stukje van 10 meter loop. En ik vind gewoon, dit is puur het verkeerd aanbieden van afval. Iedere dag als ik hier aankom, ruim ik spullen op. Maar het is niet alleen bij mij in de straat, het is in alle woonwijken in Zaanstad. Alleen een flinke boete kan zwerfvuil afstoppen, vindt de Partij voor Ouderen en Veiligheid. De boete voor het verkeerd aanbieden van afval is 182 euro. En wij vinden dat dit ook het verkeerd aanbieden van afval is. Dus er zou gewoon dezelfde boete aan moeten hangen. Ja, nou, dat is de grootste ergernis van de inwoners van het centrum van Zaandam. Het wordt steeds erger. Er wordt glas en spuiten, grofvuil. Overal wordt er maar neergedonderd. Je moet iemand wel betrappen. Het moet op hete daad gebeuren. Maar de handhavers lopen continu te kijken waar mensen hun fiets te lang neerzetten. Zodat de gemeente Zaanstad hem weghaalt en je hem voor 20 euro terug kan krijgen. Als de gemeente Zaanstad dan dus ook op gaat letten dat diezelfde handhavers dus om zich heen kijken waar mensen hun peuken of hun troep op straat gooien, dan zou het heel goed kunnen dat je daar een hele dikke boete voor krijgt. Het voorstel van Jaap Keijzer wordt 13 november besproken in de Zaanse gemeenteraad tijdens de begrotingsbehandeling. Laatst was er een jongen die gooide zo'n plastic flesje weg. En toen zei ik van, goh jongeman, zou je het voor mij op willen ruimen? Want daar is een prullenbak. En toen kon hij eigenlijk niet weigeren. Dus dat is. Ik vind wel dat we elkaar erop moeten kunnen aanspreken. Maar dan wel bij jezelf houden. Niet verwijtend van. Doe het voor mij. Ik zou het zo fijn vinden. Ja. Dat werkt veel beter als dat je begint te schreeuwen en ruzie maken.